Hey, welkom op mijn YouTube kanaal Bart's Electronics. Dit is weer een video in de serie van de 3D printer 2016 en het is misschien een beetje een saaie video. Maar ik krijg altijd veel vragen van kijkers als ik iets bouw en die vragen komen op het volgende neer. Wat kost het en waar heb je het gekocht? Nou, om die vragen voor te zijn of om ze in ieder geval te beantwoorden heb ik deze video gemaakt. En dan bespreken we gewoon alle dingen die ik heb gekocht voor de 3D printer. En dan kan je zien waar ik het heb gekocht en hoeveel het kost. De meeste dingen heb ik besteld bij twee winkels. De eerste winkel is RepRap World. Dat is een Nederlandse webwinkel. En die leveren spullen voor 3D printers. En de overige dingen komen bij eBay vandaan. En dat zijn natuurlijk een heleboel winkels. En dan bestel ik voornamelijk bij Chinese winkeltjes. Als je dingen gaat bestellen in China, via eBay, dan moet je er wel rekening mee houden dat je in feite dingen importeert uit het buitenland. Dus als dat dure dingen zijn, boven een bepaald drempelbedrag, dan moet je daarvoor ook nog inklaringskosten betalen en BTW. Nou, die inklaringskosten, dat is ongeveer 15 euro. Het hangt een beetje van de situatie af. Het is geloof ik of 13,5 of 15 euro. Maar reken maar op 15 euro. En dan betaal je ook nog over het totaalbedrag, inclusief inklaringskosten dus, 19% BTW. Dus dan wordt je pakketje een behoorlijk stuk duurder. Nou, dat drempelbedrag, dat is ongeveer 22 euro. Dus als je nou onder die 22 euro blijft, dan loop je niet de kans dat je nog eens die extra inklaringskosten en BTW moet betalen. En dan is het dus veel goedkoper. Dus wat de truc is, is om Chinese verkopers te vinden, en die zijn er heel veel, die gratis verzenden. En als je gratis verzending hebt, dan kan je dus gewoon meerdere kleine pakketjes samenstellen, die je dan bestel. En niet hele grote pakketten bestel met heel veel onderdelen bij één verkoper. Want dan kom je misschien over dat drempelbedrag heen en dan betaal je dus die extra kosten. Dus ik bestel graag bij verschillende leveranciers en dan kies ik gewoon elke keer de goedkoopste uit. En dan druppelen de pakketjes langzaam binnen over in de loop van de komende weken. Maar dat vind ik niet erg, daar heb ik wel geduld voor. Dus laten we gaan kijken naar alle onderdelen. We gaan beginnen met de RepRap World. We beginnen met deze motortjes. Het zijn 4 motoren, 6 van 4. Kijk hier, 6 van 4 motoren. Nou, we hebben er in totaal 6 nodig, dus 4 is een goed begin. En die kosten dus, dit setje kost €48,39. Je kan er nog 2 los bij kopen bij dezelfde winkel, maar dan zijn ze een stuk duurder. Deze setprijs is gewoon erg gunstig. Dus die kopen we eerst hier 4 tegelijk. Dan is het volgende de Smooth Rods. Daarover glijden de verschillende assen heen en weer. Dus die hebben we nodig. En daarvan heb je 3 nodig. 1 voor de X-as, 1 voor de Y-as en 1 voor de Z-as. En het is 2 keer een meter. Dus die zaag je allemaal precies door midden. En die kosten €3,62 per stuk. Dit zijn zacht stalen stangen. Wel mooi rond en precies 8 mm. Maar ze zijn niet gehard en ook niet vergroot. Dan een glasplaatje voor op het heated bed. Dat is dit ding. Nou, die kan je ook in China kopen. Hier is de prijs. Die kan je ook in China kopen, maar ik vind het een beetje eng om zo'n glazen plaatje helemaal uit China hier naartoe te vervoeren. Dus ik heb meer vertrouwen in deze Nederlandse winkel. Dus daarvoor kopen we hem hier in Nederland. En dan nog een rol PLA Plus of een rol ABS. Net wat je nodig hebt om al die onderdelen te laten printen. Als je iemand vindt die voor jou die onderdelen wil printen, voor niks, dan ben je natuurlijk minstens de kosten voor het materiaal kwijt. En daarom heb ik dit opgenomen in de prijslijst. En dat is dus €21,77. Nou ja, misschien moet je op €25 rekenen. Goed, dan gaan we nu verder met de eBay onderdelen. Om te beginnen dus, we hebben nog 2 motoren nodig, 2 extra motoren. En ik heb bijvoorbeeld deze gevonden. Voor de prijs van €1 of 11 ongeveer. Je kan trouwens de kosten meetellen hier in de hoek, hè? Hier in de hoek, denk ik. We hebben dus 2 extra motoren nodig nog. En op eBay moet je een beetje goed oppassen, want je vindt wel eens stapmotoren
en hebben ze deze afbeelding erbij. Maar in werkelijkheid is het een veel dunner exemplaar. Dus dan is die veel, veel minder, hoe zeg je dat, minder diep. Deze is ongeveer, denk ik, 4,5 centimeter diep. Maar je hebt ze ook van 3 centimeter diep. En die zijn gewoon minder sterk. Je hebt wel die sterke motoren nodig. Dus dan moet je goed in de beschrijving kijken wat de afmetingen zijn van die modeltjes. En als ze een euro of 8 kosten, dan is het meestal niet goed hoor. Meestal kosten ze ongeveer dit. 11 euro, 12 euro, 13 euro, zoiets. Goed, het volgende is die schroefdraadstangen voor de Z-as. Nou, wij hebben exemplaren genomen van 500 mm, een halve meter dus. Twee stuks natuurlijk. En die kosten dus $9 per stuk. En de volgende, dat zijn deze koppelingen. De koppelingen om die gedraaide schroefdraadstangen te koppelen aan de motortjes. En daarvan heb je er dus twee nodig. Dan onze glijlagers voor over die 8 mm stangen. Daarvan heb je er ongeveer 12 nodig, iets minder. Ik denk 10 of zo. Dus een setje van 12 is een mooi aantal. Hier dan. 12 linear bearings. Dan, de belt. Daarvan heb je 2 meter nodig. 2 meter belt. En let erop dat het gaat om de GT2 belt. Er zijn verschillende types. En wij gebruiken de GT2. Die belt wordt natuurlijk aangedreven door deze pulleys. Nou, dat zijn dus weer de GT2 pulleys. En daarvan hebben we de 2 nodig ook in de 5 mm variant. Dus die kost dan weer dit. Het volgende zijn lagertjes. Ja, die belt wordt aangedreven door die pulleys. En aan de andere kant zit dan een soort freewheel mechanisme. En daar draait die belt dus gewoon over deze lagertjes. Over 2 tegelijk. Dus je hebt een setje van de lagers nodig. In totaal heb je er 4 nodig. Dus 10, aan 10 heb je er iets te veel. Maar dan hou je wat over om een beetje te hobbyen. Dus een setje van deze lagers. Dan hebben we nodig 2 lagers van deze. Deze hebben we nodig. Dat zijn dus de lagers die hier bovenin komen. Hier, kijk. Om die schroefdraadstangen een beetje op hun plaats te houden. Dus in deze gaten vallen die lagers. Daarvan hebben we er 2 nodig en ze komen in 5 tegelijk. En het kost dan weer $1,50. Dus ook hiervan hou je er een paar over. Maar dat is goed voor de voorraad. Nou, dan schuiven we even door. Dan hebben we hier de hot end. En daarvan hebben we er ook weer 2 nodig. En wij kiezen dus voor de 1,75 mm filament. En voor de nozzle size van 0,4 mm. Dat is een mooie algemene maat. 0,4. En dit is een hele complete set. Met de hot end en de bodemtube. En een thermistor en bedrading. Alles zit erbij. En die is erg goedkoop hier ook. Dus daarvan hebben we er ook 2 nodig. Dan ventilatoren. Even kijken, dit is hem geworden. Een ventilator om onze 2 hot ends te koelen. Op die hot ends zitten al kleine ventilatortjes, maar die halen we eraf. Ik wil graag allebei de hot ends koelen tegelijkertijd met 1 grote ventilator. Dat is deze geworden. En als ik een ventilator koop, dan let ik altijd een beetje op dat ik niet die hele dunne ventilatjes koop, centimeter dun zijn of zo. Ik heb liever die van 2 centimeter dik, want die zijn meestal gewoon veel betere kwaliteit en ze blazen wat harder. En je kan zo'n ventilator natuurlijk altijd minder hard laten blazen en dan zijn deze vaak nog steeds heel efficiënt en mooi stil. Dus daarvan hebben we er ook eentje nodig. Nou, dan is dit het volgende. Dit zijn de feeders die het filament door de bodemtube heen duwen. En daarvan heb je een linker en een rechter nodig. Kijk, want ze zijn in 2 modellen. Left hand en right hand. En dan zit dus dat beugeltje aan de andere kant. Ze zijn gewoon gespiegeld van elkaar. En we hebben dus allebei eentje nodig. Dan het heated bed. En dat is deze weer geworden. Ik heb hem een keertje eerder gebruikt en hij beviel goed.
Dus dat is zo'n heated bed met een aluminium plaat eronder. En die aluminium plaat die zorgt voor een goede warmteverdeling. Dus ja, dat is een fijn heated bed. En die kan je in één keer monteren. Glazen plaatje erop. En klaar. Dus dat is hem weer geworden. Nou, bij dat heated bed hoort ook nog een thermistor. Die moet je er even los bij kopen. En ik heb dus gekozen voor deze 5 stuks tegelijk met bedrading. En dat kost dan dit. En dan heb je gelijk een paar reserves in huis. Want die dingen kunnen wel eens stuk gaan. Dus een paar reserves is niet gek. Dus dat zijn deze. Dan de microswitches voor de eindstops. Voor de X-as en de I-as. En daarvan heb je dus eigenlijk maar 2 nodig. Maar ja, ze zijn leuk voor de hobby. En ze kosten heel weinig. Hier 10 stuks voor 1,50. Nou, dat is toch prachtig. Dan weer een grotere uitgave. Het ramsbord. We gebruiken dus voor deze printer weer het ramsbord. Daar is, zag ik op YouTube bij wat 3D printer goden wat commentaar op soms op de ramsbord. Omdat het inmiddels al oud is. Nou ja, dat is erg relatief voor oud. En de mogelijkheden die zijn een beetje beperkt. Hè. Je kan inderdaad maximaal 2 extruders aansluiten. Nooit geen 3. En je moet kiezen. Hè. Dus als je dus een heated bed hebt en 2 extruders, dan kan je geen fans meer regelen. Dus er zijn geen bestuurbare aansluitingen over voor ventilatoren en zo. Nou ja, goed. Daar kan ik wel mee leven. Het is gewoon een erg goedkope kit inmiddels. Ik bedoel, dit ding kost 26 euro. En dan heb je alles erbij met een mooi display zelfs. En dus ik denk ook wel eens dat de reden is dat sommige winkels zeggen dat het ding verouderd is. Eigenlijk omdat ze hem nog amper kunnen verkopen. Want ja, uit China komt hij voor zo'n goede prijs. Dat het er moeilijk mee te concurreren is. Dus we hebben gekozen voor het ramsbord. En dat kost ons ongeveer 26 euro. Nou, dan een voeding. In eerste instantie hadden we bedacht om een ATX voeding te gebruiken uit een PC. Maar als je ziet wat deze voedingen kosten. En ja, dan is het een logische keuze. Dus een 30 ampère voeding, een lekkere zware. En die kost hier 27 euro. Toen wij hem kochten, toen was er een hele goede actie. En toen hebben we volgens mij iets van 19 euro betaald. Maar ja, dat was wel een gelukje. Maar de normale prijs is dus ongeveer 25 euro. En dat is nog steeds niet heel duur. Als je voor een enkele extruder gaat, dan zou je misschien nog een 20 ampère extruder kunnen nemen. Maar voor een dubbele extruder moet je echt wel een heftige voeding hebben. Ja, hier moet ik even inbreken. Want ik vertelde net in de intro dat als je dingen bestelt boven de 22 euro, dat je dan de kans loopt om inklaringskosten en btw te moeten betalen. En dan is zo'n voeding natuurlijk helemaal niet meer zo goedkoop. Want er komt er gewoon 15 euro bij. En dan nog eens een keertje btw over het bedrag van die 27 euro plus die 15 euro. Hè? Dus dan is het niet meer goedkoop. Maar gelukkig voor ons zijn die Chinezen niet zo nauwkeurig met de kosten invullen. Op die pakketjes zit altijd een heel groot etiket met het adres erop. En de waarde van het pakket. En ze moeten invullen wat erin zit. Dus dan staat er vaak op electronic parts. En dan staat er ook nog bij dat het een gift is. Een cadeau. En wat de waarde is. En dan vullen ze vaak maar 10 of 12 euro in. Terwijl de waarde misschien wel 25 euro is. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal netjes. Maar ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is de verkopende partij die het verkeerd invult. Dus dat gaat eigenlijk 99 van 100 keer gaat goed. Vanuit China tenminste. En dit is de hoofdschakelaar. Nou, dat kost weer bijna niks. 1,13 euro. Mooi hoofdschakelaar met een lampje. Het ziet er gelijk gelikt uit. Alleen, er zit hier een fuse in. Een zekering. En die krijg je er niet bij. Dus je moet dus wel even nog glaszekeringen kopen. Zoals deze. Zie je? Dit zijn dus 3 ampère glaszekeringen. 10 stuks voor 1,88. Dus gelijk weer reserve in huis. Dan is de volgende deze SD extender. Dat is het verlengkabeltje voor de SD-kaart. Want wij bouwen dat display helemaal weg in de kast. En die SD-kaartreader die zit op het display.
En ja, daar kan je dus niet meer bij. Dus daarom kopen we deze extender om eigenlijk ja, weer de SD-kaart bereikbaar te maken aan de buitenkant van de kast. Dus dat is hem. En hetzelfde geldt dus voor de USB-aansluiting. Dus de USB-aansluiting zit ook weggebouwd in de kast. En om die dus weer naar buiten te kunnen krijgen, gebruiken we deze USB-extender. Maar ja, je zou natuurlijk ook gewoon een lange kabel door een gat in de kast kunnen steken. Dat is dan iets goedkoper, maar dit is natuurlijk wat mooier. Dan, twee ventilatoren om luchtstroming in de kast te bevorderen. Dus we hebben deze twee gekocht, weer een beetje kwaliteitsspul. Dus die zijn niet het goedkoopste. Maar goed, 2 voor 12 euro is nog steeds niet heel gek. Nou, dan als laatste hebben we nog nodig hout. Dus een plaatje multiplex van 9 mm kost 8,10 euro. En een plaatje van 12 mm en dat kost dus 11,25 euro. Dus dat zijn van die plaatjes van 1,20 x 60 breed. En als laatste hebben we natuurlijk nog houtlijm, schroeven, verf, dat soort dingen allemaal nodig. En ja, de kosten hangen natuurlijk een beetje vanaf van wat je al in huis hebt. Maar ik wil toch een kostenpost van 20 euro hiervoor rekenen. Nou, dat was alles. Dat was de hele lijst. En ik hoop dat je het toch nog een beetje een interessante video vond. En ik zal vast nog wel een onderdeeltje hier en daar vergeten zijn. En daar komen we dan hopelijk later nog op terug. Maar ja, dat zal toch geen, het zal geen 100 euro zijn wat ik vergeten ben. Dus misschien hier en daar een klein dingetje. En dat zullen we zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.